Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit de Waag in Amsterdam. Steken we doen een beetje aan vervolgverhalen hier, hè? Dat proberen we te doen. Leuke gasten, leuke bedrijven die met enige regelmaat langskomen om te kijken. Shapeways is er ook zo eentje. Shapeways is er ook zo eentje. Een voormalig collega van jou, Bart Veldhuizen, nu niet meer werkzaam bij... Veldhuis. Niet meer werkzaam bij jullie, was al in... november 2011 volgens mij, bij ons te gast. Was jij toen ook al werkzaam bij het bedrijf? Nee, ik ben eind 2012 begonnen. Volgens mij was Shapeways toen ofwel op het punt om een kantoor te openen in New York City, of hadden ze het net gedaan, dat weet ik niet meer. Maar dat was de fase waarin Shapeways... Eind 2010 is het hoofdkantoor verhuisd. Oké, nou dan waren jullie net verhuisd. Ja. En hij kwam vertellen hoe en waarom en hoe goed jullie het zouden gaan doen en hoe hard jullie zouden gaan groeien. Maar goed, voordat we dat gaan bespreken, wat doet Shapeways eigenlijk precies? Leg het er nog even een keer uit. Shapeways is de grootste service provider voor 3D printen, ter behoefte van consumenten en marktplaats. Dus je kunt zelf een ontwerp wat je hebt gemaakt van een product, kun je bij ons om laten zetten in van een digitale tekening tot een fysiek product. En wat de marktplaats daarin doet, is dat je het ook weer te koop aan kan bieden. Dus je komt erachter dat je een drone hebt gekocht, maar daar past je fotocamera niet onder. Dan kun je daar een armpje voor ontwerpen, die laat je bij ons printen. En denk je, hé, maar misschien heeft iemand anders dat armpje ook wel nodig. Dan bied je dat te koop aan, dan kun je een kleine winst opzetten of een grote winst. En dan hopen dat het verkocht wordt of zelf aan de gang. Jij hebt zelf hier een voorbeeld... Een machetknoop die door jullie gemaakt is. Wij hebben hier eerder partijen gehad die ook heel erg in de sieraden et cetera deden. Volgens mij ook nog profiterend van jullie technologie. Dus op de een of andere manier heb ik een beetje het idee gekregen in de loop der tijd van dat 3D-printen gaat heel erg over sieraden en dat soort dingen. Het voorbeeld wat jij nu net noemde. Kun je een idee geven op jullie platform? Wat is de variatie aan dingen die mensen maken? Nou, sowieso moet je zien dat we krijgen nu ongeveer 150.000 unieke uploads per maand. En die worden ook verscheept, dat aantal producten, 150.000. En daarvan is 98% ongeveer uniek. Dus nou, je kunt je voorstellen dat als je gaat proberen te categoriseren, dat als je bij de top 10 categorieën komt, dat die bijna net zoveel volume hebben als categorie 11 tot en met 99. Dus ten eerste is het verschrikkelijk lastig om te zeggen van oké, dat wordt er veel gedaan. Ten tweede is er een gedeelte waarbij... non-disclosure aanwezig is. Hè. Er zijn een hoop producten, zijn prototypes, zijn nog niet af, zijn nog nieuw. Dus daarvan weet je ook nog niet wat het is. Maar als je dan wat hoofdlijnen wil schetsen, dan is denk ik een soort van gadget en games categorie is heel erg duidelijk te zien. En dat kan dan memes zijn, dus dingen uitspellen. Dat kunnen dingen zijn die verbonden zijn met gadgets, accessoires. Dat kunnen home decor voor kunst, voor thuis, voor aan de muur. Dat kunnen accessoires zijn als sieraden inderdaad. En zo gaat het eigenlijk maar door. Ja, want jij refereerde even, we hadden toen Zessie. Ja. Die is een Nederlandse partij ook, die helemaal focust op juwelen. Of sieraden moet ik zeggen. Ja jewelry. Sieraden. Hebben jullie daar geen last van? Dat er allerlei partijen komen die onderdeeltjes van jullie markt, weet je wel, nog weer kleinere niche. 3D-printen leek leuk een tijdje geleden. Nou, inmiddels is dat alweer te groot, want moet je helemaal op sieraden, op mode, op dit of dat. Hebben jullie daar last van of niet? Ik denk dat op dit moment de industrie en de markt, de markt is nog te groot om echt keiharde concurrentie te zien. Waarom ik denk dat sieraden een heel grote vlucht heeft genomen de afgelopen tijd en zeker zal nog gaan nemen. Bij jullie ook? Ja, zeker. Is omdat de materialen er rijp voor zijn. Een kunststof, een plastic, als dat geprint is, dan zit daar nog wel eens een... Ja, je ziet de stepping, de lijntjes erin. Maar bij zoiets als dit had je ook gewoon in de winkel kunnen zien liggen. Er zit zo'n hoge detaillering in. We kunnen platinum doen, we kunnen 18 karaat goud, 14 karaat goud, we kunnen zilver, we kunnen brons, we kunnen messing, wit goud, geel goud, rosé goud. Al die materialen zijn zo fantastisch dat je daar ook meteen mee aan de slag kan. Het is allemaal vrij recent, hè? Want ik zat even terug te lezen, ook omdat we natuurlijk in 2011 jullie al in de uitzending hadden. Al dat goud, de platinum, wat je noemt, is allemaal in 2014 pas beschikbaar gekomen. Ja, klopt. Dat heeft best wel lang geduurd. Gaat dat nog steeds zo hard door? Dat is...
Aan deze zeg maar, vloeiende golf van nieuwe materialen, daar heb ik een beetje aan mee mogen werken aan de supply chain kant. Op dat moment was ik nog in Nederland gebaseerd. En zie je dat bedrijven die tientallen jaren echt al heel erg lang bestaan en zich alleen maar bezig hebben gehouden met het sieraden maken op de ouderwetse manier, die kopen in één keer allemaal in vlagen 3D-printers om de waxmodellen 3D te printen. En als je daar en daar zijn we partnerships mee aangegaan en zo is dat allemaal losgekomen. Dus dat, en dan blijkt in één keer dat als je toegang krijgt tot één materiaal, dat ze een heel scala aan materialen hebben. Dus dan is dat makkelijk uitrollen. Ja. Wat is nu de volgende golf van nieuwe materialen? Wat maakt het echt super interessant? Is dat je straks materialen krijgt die meerdere eigenschappen hebben in één print. Dus nu is een product is nog van één materiaal. Maar een van onze laatste investeerders, in de laatste ronde heeft HP mee geïnvesteerd. Die hebben al bekendgemaakt dat ze een printer, en die zijn we nu aan het testen, dat zou komen dat je een product hebt met flexibele onderdelen en hele stugge onderdelen in één product. Met geleidende materialen. Dat je een batterijtje aan de ene kant, een lampje aan de andere kant, en dat je kunt, dat je dat al meteen kunt in één product kunt vervaardigen. Dus dat zijn de mooie dingen die er nu aan gaan zitten te komen. En dat zal weer hele nieuwe markten openen. En snelheid, is dat nog een issue? De snelheid waarin jullie zeg maar, kunnen werken, kunnen printen? Ik denk dat het voor een aantal mensen uit zal maken, voor een aantal mensen niet. Hè. Ik denk dat als je van tevoren weet dat je een maatoverhemd wil hebben en je weet dat het 3 weken duurt, dan is dat oké. Zou je hem de volgende dag willen hebben? Dan zal iedereen ja zeggen. Ja. Dus zo is het met 3D-printen ook. Als je de meerwaarde hecht aan het feit dat het specifiek voor jou wordt gemaakt en je begrijpt dat, dan vind je het oké om even te wachten. En natuurlijk hebben wij klanten die graag sneller willen. Vandaar dat wij gezondheid al binnen 2 dagen kunnen leveren. 2 werkdagen. Hey, jij noemde net even zo tussen neus en lippen door dat je weer een nieuwe investeerder had, HP. Voor. Ja. Ik zat het ook even op een rijtje te zetten. Jullie hebben eigenlijk inmiddels een ongelofelijke bak geld opgehaald. Hè? Klopt. Want ik zag in 2010 begon je al met 6 miljoen. 2011 5,1, 2012 6,2, 2013 30 miljoen. Nou, nu HP. Ik zet de lijn even door. 50 miljoen? Nee, we hebben nogmaals 30 miljoen. Afgelopen jaar, dit jaar ook nog 30 miljoen. Juni, nogmaals 30 miljoen op. Ja. Laat de kachel maar branden. Ja. Maar waar gaat dat geld allemaal in zitten? Voornamelijk in, er zijn diverse strategische richtingen gekozen per ronde. Op dit moment willen we graag doorinvesteren in onze community en het uitrollen van nieuwe technieken. En het blijven houden van de groei die we zien. Het is heel erg moeilijk om groei te delen, maar publieke cijfers zijn dat we, wat ik zelf heb terug kunnen vinden, wat altijd gedeeld is, dat tegen de tijd toen ik begon rond eind 2012 zaten we zo 20.000 tot 30.000 uploads per maand en nu 150.000 uploads per maand. Dus ja, zo kun je een beetje zien wat we gedaan hebben in de afgelopen paar jaren. Ja, in het businessmodel, want over het algemeen verwacht een investeerder dat er op een gegeven moment ook wel weer wat uitkomt. Hoe ziet dat er bij jullie uit? Wordt er al geld verdiend? Of en zo ja, waaraan? Het enige wat wij willen is dat er zoveel mogelijk geprint wordt. Dat is onze kern. Daar zijn we goed in. Dat is geen businessmodel. Efficiënt. Nee, waarom niet? Nou, zoveel mogelijk printen, dat kost alleen maar geld. Kan je niet vertellen. ik kan je niet vertellen. Mag je niet vertellen. Omdat we nog geen publiek bedrijf zijn. En omdat we met dit soort investeerders werken, kan ik je daar verder geen details over geven. Maar we willen die printservice, dat is het belangrijkste. Daar zijn we goed in. Toen we begonnen, kostte een iPhone case in 2008. $200 om te printen. Inmiddels, en duurde het 3 tot 4 weken. Inmiddels is het $13 ongeveer. En kan het zeer goed concurreren met de massa mass market production technieken. En wordt het geleverd in 2 dagen. Ja. Dus we hebben heel hard gewerkt om, om dat naar beneden te brengen. En daarmee vergroten we de kansen in de markt. Wat betreft ons businessmodel, is dat we daar bovenop een marktplaats hebben gezet om. Daar pak je percentage op elke. Ja, maar die percentage gaat in één keer door naar de payment provider. Dus dat is alleen maar administratiekosten. De markup die je erop verdient, die is voor de community. En dat bedoelen we, ik hoorde net ook al het woord platform. Een platform betekent dat je de gelegenheid geeft voor andere mensen om op jullie capabilities te bouwen, om daarop verder te gaan. Daarnaast hebben we een aantal API-connections opgebouwd in de afgelopen paar jaar, waardoor andere. Een app hebben kunnen bouwen die rechtstreeks modellen invoert bij ons en die wij dan weer versturen.
Zo zijn er 3 studenten geweest die hebben een bedrijf opgericht, dat heet HeroForge. En die maken kleine tabletop figuurtjes. Dan kun je 1001 verschillende configuraties mee maken en die kun je bestellen. En dat loopt als een tierenleer. En die printen wij. En dus zo, we willen gewoon zo graag zoveel mogelijk printen en dat zo goed mogelijk doen. En je laatste, Andreessen Horowitz was een van de in de laatste ronde van de partij. En dat is een zeer gerenommeerde investeerder. En dat is geen investeerder, die zit er wel voor het geld in. Maar die zit eigenlijk wel in om gewoon de grootste ter wereld te zijn. En dan volgt dat geld wel. Dat is een klein beetje hun, hun insteek. Ja. Dus als wij vragen van weet je, wat is het businessmodel en die mensen willen geld verdienen, dan is dat wel zo. Maar zij hebben de tijd. Ja. Ze zijn trots dat ze, bij ons, dat ze deel maken van de investeerders. Volgens mij zijn ze in 2013 april hebben zij de ronde geleid, als ik me het goed kan herinneren. En een investeerder zoek je natuurlijk niet alleen vanwege geld, maar ook vanwege een goed netwerk en een goede gedachte. Ja, Bas, misschien kun je nog wel even laten zien als je het erbij kunt trekken. Dan krijg je mensen... Oké, nou, dat lukt dan nu even niet, anders had ik je laten zien. Het staat wel aan hoor, de desktop presenter, maar dan doen we dat even niet. Ik had even willen laten zien hoe jullie site eruit ziet en wat voor producten daar zit allemaal. Zit het goede wifi? Nou, maar praat maar even door, dan probeer ik even. Kijken we daar of we dat alsnog kunnen doen. Hey, goed punt. Goed punt, hè? Ja, samen komen er wel steken. Dus als het goed is, kom je het nu zo bij je binnen, Bas, want het staat even op het verkeerde wifi-netwerk. Dus... Even kijkend naar de verschillende producten. Hey, blijf er nog eventjes bij, net wat je zegt. Hè, je kiest een investeerder om meerdere redenen. En nou ja, weet je, voor mensen die deze wereld een klein beetje volgen. Dit is echt wel een van de partijen die je wel heel graag aan boord wil hebben. Dus echt wel eentje om meerdere redenen trots op te zijn. Want die kunnen je in vele werelden binnenbrengen. Hey, jij werkt vanuit New York op dit moment. Wat is je rol daar? De rol is dat ik met de e-commerce teams en de business development en sales teams werk en voor de omzet zorg. Jij zorgt voor de omzet? Nee, de klanten zorgen voor de omzet. Oké. Okay. Ja. Hey, wat is daar zeg maar de afgelopen jaren in veranderd? Dus je zei al, een paar jaar geleden is die stap al naar Amerika gezet. Is dat de belangrijkste markt voor jullie? Amerika en Europa zijn allebei even belangrijk voor ons, absoluut. Dus er is geen onderscheid in. Nee. En zijn er cultuurverschillen over de wereld, wat mensen geprint willen hebben? Wat ze maken? Wat mensen geprint willen hebben? Ja. Maakt het uit of een Duits publiek of een Amerikaans publiek is? Dat is een hele goede vraag, daar zou ik geen antwoord op kunnen geven. Nee. Want nogmaals, het categoriseren van wat er de deur uit gaat, is waanzinnig. Hey, wat ik interessant vond aan jouw verhaal, is dat je zei, zo klonk het, omdat het eigenlijk zoveel unieke materialen, unieke exemplaren zijn, die door jullie geprint worden, zeg maar, die door jullie community bij jullie aangedragen worden. Weet je, op veel andere... dit doet een beetje aan het longtail verhaal, denken. In het begin hadden we dat longtail verhaal waarin we zeiden, oké, die tail, dus die staart van al die kleintjes bij elkaar, is dan meer als dan de best verkopende titels. Ja. Bij jullie ontstaan dus geen nieuwe grote namen, zeg maar. Bij jullie zie je eigenlijk echt inderdaad van mensen maken het voor zichzelf of voor hun vrienden of voor kleine kringen. Ja. Dat is de bulk. Ja, dus, je kunt wel spreken van de infinite tail bijna. Het is echt... er zijn bijna geen toppers. Dan zijn ze er wel regelmatig. En dan vooral ook heel kort soms. En sommige ook wat langer. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld een tijdje geleden in de halftime show van Super Bowl. Ik weet niet of jullie gekeken hebben. Maar Katy Perry staat een dansje te doen met Lenny Kravitz. En daar staat achter haar staat een pak te dansen, de Left Shark. Want Twitter ontplofte bijna, want die had zijn pasjes niet zo goed geleerd. Maar er was iets wat aan hem opviel. En er heeft iemand niet geslapen die nacht. Die heeft het Left Shark nagetekend. En boom, volgende dag staat hij te koop op Shapebase als meme voor op je bureau. Als herdenking als token aan dat moment. Yeah. Dat is te gek, maar dat gaat dan vervolgens, kan dat zo'n vlucht nemen, zo'n viral... kracht hebben, dat in één keer ontploft. Waardoor je daarna natuurlijk ook een brief krijgt van de advocaat van Katy Perry. Van, hey, misschien is dat pak, hè, dat is van Katy Perry, dus dat is van ons. Dus dat gaat eraf.
Wij zijn, hebben een safe harbor status, dus wij brengen de designer in contact met die advocaat. We halen hem offline binnen 24 uur. Nou blijkt achteraf dat je geen patent aan kunt vragen op een pak. Dus hij gaat weer online. En weet je, en zo, er wordt ondertussen heel veel over geschreven en over gecommuniceerd. Dus zo kan in één keer een aantal dagen een product heel erg hot zijn. Ja. En dan hebt u weer weg en dan kom je wat anders voor in. Ja, interessant wat je aanstipt. Zijn natuurlijk inderdaad de rechten. Wat je in alle werelden natuurlijk hebt, zeg maar, alles wat digitaal is, kan gekopieerd worden. Ja. Daar begint het een beetje mee. En jullie democratiseren een deel van dat proces. Mm-hmm. Zo, hoe belangrijk is, hebben jullie daar speciale mensen op zitten? Is dat speciaal jullie eigen soort juridische dienst? Want ik kan inderdaad Mickey Mouse laten printen bij jullie. En dan hebben we eigenlijk samen al, of in ieder geval ik misschien, al een probleem. Want de rechten bij Mickey Mouse die liggen ergens anders. Ja. Vertel daar eens wat over. Is dat een ingewikkeld ding voor jullie? Ja, dat is een ingewikkeld ding. We hebben een specialist daarop. En ik zal ook niet me voordoen als specialist. Dus ik kan de situaties ongeveer schetsen, maar... we hebben nogmaals die safe harbor status. Dus, wat betekent dat? Dat betekent dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor... Laf? Ja, tuurlijk. Dus we vragen aan jou, van is jouw als je iets uploadt, is dat jouw design? Ben jij eigenaar van dat design? En dan vertrouwen we jou daarop. Dus ik vind dat niet echt laf. Nee. Dat is de eerste vraag die gesteld tijdens het upload. Ben je eigenaar van het design? Dus ben jij eigenaar van Mickey Mouse? Dan mag je hem uploaden. Blijkt dat niet zo te zijn, ja, dan is het natuurlijk ook degene die eigenaar is van het merkrecht, is ook zelf belast met het zoeken van, of met het beschermen van dat merkrecht. Dat hoeven wij niet te doen, zo is dat gewoon geregeld. Dus als Mickey Mouse, de eigenaar van Mickey Mouse, belt en die zegt van, hé, luister, dat mag niet, dan brengen wij ze met elkaar in contact en halen wij het ondertussen vast offline. Dus ja, ik denk dat goed geregeld is op dit moment. Ja. Zou je echter Mickey Mouse zelf ontwerpen en niet te koop aanbieden in de openbaarheid, voor eigen gebruik, maar mag voor eigen gebruik? Mag toch? Ik weet niet zeker of het mag. Ik denk dat het nog steeds je eigen ontwerp zou moeten zijn als je iets uploadt bij ons. Hè? Daar geef je ook geef je akkoord voor. Maar er zou de kans dat er iemand achterkomt is natuurlijk een stuk kleiner. Maar ja, als jij Mickey Mouse natekent... Nee, maar sowieso. Want zoals gezegd, je mag natuurlijk prima thuis een Mickey Mouse poppetje uit een stuk hout zagen. Als je dat zou willen. Precies. Ik wil, weet je, dat is succes. Dus daar zit natuurlijk een grijs gebied. Ja. Ik begrijp trouwens dat het desktop presenter het weer doet. Dus het is misschien toch wel aardig om even gewoon om een indruk te krijgen van wat voor producten er op dit moment bij jullie op de site te zien zijn. Dan zie je toch wel inderdaad gewoon hele mooie sieraden, dingen voor in huis, veel iPhone-hoesjes en andersoortige dingen, een vlinderstrikje, kantoorartikelen. Ik zat net al even door de gadgets te bladeren. Nou, er zijn ook ontzettend veel hulpstukken voor die mensen bedacht hebben om gadgets nog weer handiger te laten werken. Kun je... binnen al die categorieën iets zeggen over wat nou het meest populair is, wat het meest geprint wordt? Dat ligt helemaal aan het moment van de dag, wat het netwerk doet met of een product opgepakt wordt, of het in een verhaal past, ja of nee. Is het een nieuwswaardig product? Dat verschilt zo ontzettend. Ja. Ja, dat ik daar echt niks van kan zeggen. Oké, en we hebben hier aan tafel al, als we het even een abstractieniveautje hoger trekken, al best heel veel gepraat over 3D-printing de afgelopen jaren. Want het werd natuurlijk steeds neergezet als toch echt wel een revolutie op een aantal terreinen. Op de manufacturing industry en spare parts, reserveonderdelen voor van alles en nog wat, noem maar op. Waar staan we nu in die aangekondigde revolutie? En hoe kijk jij daar tegenaan? Gaat dit echt de hele boel op zijn kop zetten als het gaat om de maakindustrie? De revolutie is niet zozeer in mijn ogen de techniek, maar meer het beschikbaar maken voor het grote publiek van de techniek. Want de techniek is ook niet heel erg nieuw. Hè? Ik bedoel, eind jaren 80 waren de eerste printers gewoon online. En zoveel verschillen die niet van de printers van nu. Wel, de nieuwe generatie printers die verschillen wel heel erg van die printers, maar waar we nu nog een beetje mee doen, dat zijn nog steeds gebaseerd op dezelfde technieken. Ik denk dat een groot percentage van consumentengoederen binnen 10 jaar tijd of volledig 3D geprint zijn of in aanraking zijn gekomen ergens in de supply chain met 3D printtechnieken.
Dus ik denk dat de revolutie meer zit in het feit dat het betaalbaar wordt, dat er meer mogelijk is. Dat het 3D-printen zelf een revolutie is. Is het niet bijzonder dat je, als je nu student bent en je komt afgestudeerd industrieel ontwerper en je hebt een idee dat je niet naar China hoeft om iets op te zetten, maar dat je het direct kan maken, B kan verkopen en dat je daar meteen mee aan de slag kan. Dus die En dat het kan concurreren met serieproductie. Zeker, want dat is absoluut wat je zegt, hè? Ja. Het kan niet alleen concurreren met serieproductie, maar er is ook nog eens een keer een grotere drang van mensen om zichzelf te onderscheiden of om je persoonlijk te voelen. Kijk, deze cufflinks die zijn, daar staan mijn initialen op in braille. Dat wil zeggen dat ik voel me er toch heel erg persoonlijk bij. Het past bij mij, maar het is niet zo kitscherig dat ik zeg van, hey, kijk maar, ik heb overal mijn eigen naam op. En wat dan nog? Ook al vind je dat wel mooi. Ik bedoel, dan nog is dat prima. En dat is ook iets wat hiermee mogelijk is, waardoor het betaalbaar is. En waardoor we hebben net nieuwe software uitgerold waarbij je gewoon op een 3D-model kan klikken. En zeg je van, nou, klik hier, klik daar. En upload een plaatje of type wat tekst in en automatisch verschijnt dat op dat product. Dus die 3D-model... En die vormt het ook naar het product. Jazeker, ja. Wordt helemaal aangepast op ronde oppervlakte of niet. Wordt helemaal aangepast zonder dat je een kennis nodig hebt van zo'n 3D-programma. Hey, wat gaat een nieuwe generatie printers toevoegen? Want je zei eigenlijk, we zitten nu nog met... Ja, die printers zijn niet zo heel erg nieuw. Er komt een nieuwe generatie aan. Wat gaan die kunnen wat nu nog niet kan? Dat je naast een product van één materiaal ook meerdere materialen, maar ook meerdere materiaaleigenschappen, dus stevig of flexibel. Je moet denken, als je een autootje wil printen, heb je banden nodig. Ja. Die moeten zachter zijn, dus het stuurwiel. En als je het stuurwiel kan, dat kun je zelf een voorstelling van maken. En dan is daarnaast een texturen. Dus je hebt nu eigenlijk alleen maar één materiaal. En dadelijk heb je nog met verschillende materiaaleigenschappen en verschillende texturen. Dat zijn de toevoegingen die eraan zitten te komen. En zie jij een tijd voor je waarin we een mobieltje 3D kunnen printen? Waarom niet? Dus het antwoord is ja. Ik denk dat er zijn al diverse specialisten bezig met de batterijen kunnen al geprint worden. Er zijn al printers die kunnen printplaten printen. Dus ja, steeds meer onderdelen worden beschikbaar. Moet je dat dan meteen gaan doen? Weet ik niet. Het moet concurrerend zijn. Ja. Het moet een goede reden voor zijn. En ik denk dat Shapers dat heel erg goed oppakt. Dat we niet alleen kijken van, nou, 3D-printen is cool. Maar nee, dit is bruikbaar. Hier kun je wat mee. Hier kun je iets mee maken wat er nog nooit was. Hier kun je iets mee maken wat bij jou past. Hier kun je iets verkopen. Omdat je kunt entrepreneur uitvoeren. Je kunt het zijn in plaats van het alleen maar opschrijven. Je kunt producten ontwerpen en het verkopen. En daar komen alleen maar meer dingen bij. Je kunt software-apps schrijven die gebruik maken van onze capaciteiten om producten de wereld in te sturen. Ja. Hey, je zei, je gaf net het voorbeeld van de mogelijkheden om met name de mensen die niet met 3D-software zeg maar, nog kunnen omgaan. Maar is daar nog veel winst te halen? Want Johan Schaap zegt ook, er zijn best wel wat mensen die misschien wel willen printen, maar die kunnen niet tekenen of iets dergelijks. Helpen jullie daarbij? Welke ontwikkelingen zie je daarbij? Zodat ik niet alleen maar de dingen kan kopen die iemand anders ontworpen heeft, maar ik de dingen uit mijn hoofd naar de praktijk kan brengen. Ja, ik zat nog niet zo gek lang geleden bij een start-up in het Dyson gebouw in Londen. En hele gave jongens die een app aan het bouwen zijn, waarbij je gewoon met je VR-glasses op en een tablet voor je neus in de lucht iets kan schetsen. Nou, dan hoef je dus niet meer lastig met de muisklikjes en voor en achter en links en rechts. Dat is waanzinnig. Als je dat op je hoofd hebt, dan wordt het in één keer, zelfs voor iemand zoals ik, want ik kon niet 3D modelleren voordat ik met Shapebase kwam werken. En ik heb het geleerd door YouTube-filmpjes te kijken, ja. SketchUp en gewoon aan de slag. Maar dit soort dingen, dus virtual reality glasses, die gaan heel erg helpen bij, ben ik zeker van overtuigd, bij het overbruggen van, van dat gat. Dus wel die capabilities hebben en niet. Ja. En scanners. Tuurlijk, ja. Want er zijn nu er is nou een iPad-scanner en we werken samen met de hardware- en de softwarefabrikant om een directe link te krijgen binnen de software dat je iets kan scannen en meteen uploaden naar een shop.
Ja. Dat is één ding. Ik heb, Google heeft een tablet al beschikbaar waar een sensor en 3D-scanner ingebouwd zit. Dus dat is nog weer de volgende stap. En 2 weken geleden las ik dat er ook een telefoon in opkomst is waar ook al gewoon een scanner ingebouwd scanner in zit. Absoluut, ja. Ja. Hey, een andere vraag op Twitter. Of jullie een droomproject hebben? Is er iets waarvan jullie als CV's gewoon helemaal wild worden, iets wat nu nog niet kan, maar waar je echt naartoe aan het werken bent? Ja. Wat is jullie droom? Ik denk dat zoveel mensen als dat er bij ons werken, zoveel dromen als dat er zijn, en dat ook een van de krachten is van ons bedrijf, dat iedereen zich echt ontzettend verbonden voelt met het bedrijf, maar dat we het toch vooral doen voor onze community. Nummer 1 KPI voor ons bedrijf is Net Promoter Score. We luisteren echt ontzettend goed naar wat mensen willen. En daar zijn we ook best wel trots op, dat we op die manier beslissen en kijken wat we moeten doen, waar we prioriteit aan moeten geven. En daar, echt, daar kijken we echt heel erg sterk naar. Dat is heel erg belangrijk voor ons. Niet helemaal een antwoord op de vraag, maar... Ja, misschien heb ik dan geen antwoord voor je. Nee, maar het is ook lastig, weet je. Ik bedoel, maar ik denk dan soms, weet je, dan, dat iemand beweert hier dan aan tafel, die zegt ja... binnen 10 jaar kunnen we organen 3D printen. Mm-hmm. Ja, weet je, nou is, ik noem maar wat. Jij knikt niet gelijk van, nou nee, dat is onzin. Nee, volgens mij is dat, zijn we al heel dichtbij. Ja. Ja. Dus dat is niet eens meer een droom, dat is gewoon realiteit. Ja. 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 En de andere voorbeelden die ik noemde... Van, we kunnen DNA printen, hè? Ik weet niet of je... Het gaat... Maar het wordt op een gegeven moment wel saai. Wat kunnen we, de vraag is, wat kunnen we nog niet doen? Ja, wat kunnen we ermee doen wat we vroeger niet konden? Ja. En hoe kunnen we het goed inzetten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zo mooi mogelijk gebruikt wordt? Dat mensen er extra waarde uit hun leven aan halen. Door mooie producten te vinden, door... Nou ja, we hebben exoskeletons, je ziet in plaats van gips dat mensen... Dus er zijn zo ontzettend veel prachtige toepassingen. Ja, en ik vind het een hele prachtige toepassing. En ik denk dat dat heel erg goed bij Shapers past. Dus dat je producten kunt maken, die niet bestaan. Waar je geen genoegen mee neemt. En als dadelijk die iPhone 6S uitkomt, die 4K kan filmen... Dan wil je niet een gewoon hoesje eromheen. Dan wil je er een met een handvat onder, zodat je ook fatsoenlijk vast kan houden. En ja, dat zijn dingen die... We hebben een tijd geleden beta products gelanceerd. En een van de eerste beta products wil zeggen dat je eigenlijk toegeeft als ontwerper, het is nog niet helemaal af. Koop het maar en sponsor het maar door het te koop. Geef me alsjeblieft feedback en dan ga ik het product verbeteren. En dan gaan we verder. Een van de eerste successen die we daar zagen was een iPhone case voor een telefoon case. Want dat was voor meerdere telefoons met daarin ruimte voor een insulinepomp. Wat bleek, een groot aantal gebruikers van zo'n insulinepomp... die heeft gevraagd aan de fabriek van zo'n insulinepomp... kun je niet een iPhone case maken? Want ik heb dat altijd, ik wil het graag in mijn broek hangen... en ik wil het niet kwijtraken en mijn telefoon moet erbij... want sowieso via je telefoon kun je vaak al communiceren met die apparaten. Geen enkele fabrikant geeft antwoord. Nee, er is geen markt voor of weet ik niet wat de motivatie zou mogen zijn. Dus er is iemand die zegt van oké, ik ga dat ontwerpen... Ja. En dus hashtag we won't wait. En binnen 2 weken tijd 17 iteraties, verschillende nieuwe versies en ik geloof 200-300 keer verkocht. En dat zijn lijken hele kleine aantallen, maar dat zijn grote overwinningen. Want dat is voor die mensen heel erg belangrijk dat er is. Ja, geen ontwikkelingskosten, geen start-up kosten en samen een product maken. Ja, daar worden wij wel bang van. Ja, prachtig voorbeeld. Heel mooi voorbeeld. Ja, ja en even nog in mijn hoofd. Een paar mooie dingen die je verteld hebt. Is enerzijds de afgelopen jaren dat het hoeveel het goedkoper, sneller, et cetera is geworden. En wat natuurlijk heel krachtig is, dat je verschillende materialen nu kan gebruiken. Dus dan, dat zorgt ook, zoals je al zei, voor heel veel mogelijk nieuwe toepassingen. Ja, Stekel. Ik wil nu een 3D-scanner, heb ik net bedacht. Oké, nou, die koop jij normaal gesproken toch? Ja, tijdens de uitzending. Ja, maar ik denk dat die nog een beetje duur zijn. €379. Ja, moet je kijken. Zo weinig? Ja. Ja, ongelooflijk. Dan wacht ik nog even, dat je hem gekocht hebt. Ongelooflijk, hè? Zo weinig? Zo hard gaat het. Dat is echt heel bizar. En, ja, maar ik geloof dat dat de echte doorbraak wordt, want daarmee... zijn we eindelijk zover dat vooralsnog producten van één materiaal, dat zeggen we er even bij, gevirtualiseerd worden. Want weet je, ik scan ze hierin en ik stuur het naar de andere kant van de wereld en dan print iemand het weer uit. En dat is exact hetzelfde, als het goed is. Ja, ja, ja.
Ja, als ik het zeker weet. Hè? Ja. Nee, maar het lijkt heel simpel. Maar weet je, dit was 20 jaar geleden waar we allemaal van droomden. Ja. Weet je wel? Dat, ja, de 5 grote veranderingen zijn... Dat verplaatsbaar was. En dat is bijna zo. Ja, inderdaad. Dat je een replicator of uit bepaalde sci-fi dingen... Ja. Dat was een van de eerste vergelijkingen die gemaakt werd met 3D-print. Oh, dan kun je op een knopje drukken en dan staat het glas er met het water erin. Beam me up. Ja? Die fase toch wel. Dat ik gewoon zeg, doe mij nog een scrumkoppen, maat. Oeh. Ja, die print dan voor je uit. Print ja, glas kan. Glas kan, ja. Als de organen kunnen, dan kom op, weet je wel. Dan moet een biertje toch ook geen uitdaging. Oké, ik ga een 3D... scanner kopen. Ja, hey, ontzettend bedankt. Heel prettig om weer even bijgepraat te zijn. Ja. Ja. Even kijken, had Mark Flet nog een vraagje? Lokaal printen zodat kosten en levertijden lager zijn is ook wel relevant. Inderdaad, dus dat is de kracht. Nou, wellicht dat nog een droom is. Dat we hebben nu een fabriek in Eindhoven en in Long Island City. En vooral in Long Island City in New York was ook zoiets van... Nou, weet je, als je daar kan doen een fabriek opstarten, dan kan het overal. Dat kan nog, zo'n netwerk zou eventueel in de toekomst uitgebreid kunnen worden, waarbij je nog sneller kunt leveren, direct kunt leveren. Dat is ook een van de redenen waarom 3D-print succesvol toegepast wordt, omdat het geen logistieke brug is. Ja. Maar blijven jullie als partij ook belangrijk? Voor de persoonlijke 3D-print is eigenlijk ook zo goed dat ik jullie niet meer nodig heb. Ik hoop dat alles zo goed wordt dat het ontzettend veel gebruikt wordt. Op dit moment zijn thuisprinters fantastisch. Je kunt er direct mee zien of iets goed is. Als je een ontwerp gemaakt, wil je gelijk even een printje hebben. Van, past, dat is de juiste maat. Ik heb me eraan gewaagd om een armband te maken. En dan, eerst, hoe groot zou ik hem moeten maken? Weet je? Geen idee, want ik ben net geen industrieel ontwerper. Verre van. En dan zijn dat allemaal vragen. Dus je wil graag zo'n thuisprinter hebben om snel even wat dingetjes te kunnen doen. Zijn niet zo duur meer. Dan kun je ook lol mee hebben. Maar dan wil je hem in zilver hebben. En dan kom je weer bij Shapeways terecht. Of je wil hem in een kunststof hebben die mooi afgewerkt is. Dan kom je weer bij Shapeways terecht. Dus het valt elkaar het prima. Verstevigt elkaar. En jullie noemen op je website nog porselein. Ja. Is het al zover? Vrij recent. Een van de eerste. Het is het eerste materiaal wat we in huis ontwikkeld hebben. En dat is prachtig. Het klinkt mooi als je... Ik vraag het ook, want er zijn ongelooflijk veel materialen natuurlijk, met name in het huishouden die van porselein gemaakt zijn. Als dat echt kan. Ik heb espresso-kopjes die gebaseerd zijn op golfbal met dimpels aan de zijkant erin, maar ook allerlei... je kunt het maar verzinnen. Ja. Er is een van onze goedlopende shops, die heeft zichzelf als doel gesteld, ik ga elke dag een ander ontwerp online zetten. En die heeft in 30 dagen 30 kopjes ontworpen. En een van die kopjes die is heel succesvol geworden. Dat is de Rocket Cup. Dat is een espresso kopje met 3 standjes. En het ziet eruit als een raketje. Super simpel, maar heel erg leuk. Ja. Binnenkort weer beschikbaar, hoop ik. Want we hebben een kleine... Op dit moment is porselein alleen maar beschikbaar voor, omdat het nog zo nieuw is, voor mensen om niet om te verkopen, maar alleen voor jezelf. Want ik ben op zoek naar die kopjes. Maar dan kopen we die. Voor het eind van het jaar. Hey, ontzettend bedankt voor deze update. Leuk om te horen hoe hard het gaat en hoe hard het zal blijven gaan. Jullie bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zijn we er als je live wilt meekijken. En als je vragen hebt, is dat het moment om erbij te zijn. On Demand vind je alles via fastmovingtargets.nl en via YouTube. En als je wilt, kun je ook nog de audio-only versie tot je nemen. Want er zijn veel mensen die het in de trein, tijdens het sporten, et cetera, onze uitzendingen volgen. We danken Streamzilla uit Groningen, die al sinds het begin van de serie sponsor is. En ervoor zorgt dat je live kan meekijken tijdens deze uitzending. Dus wil je ook live streamen? Zoek even naar Streamzilla en ze kunnen je een handje helpen. En, Dat is trouwens niet waar wat je zegt. Dutchview heeft de eerste 3 uitzendingen. Dankzij Stekel zijn de eerste 3 uitzendingen verzorgd, moet ik zeggen. Dat is helemaal waar. De geschiedenis moet wel goed geschreven worden. Ja. Oké, op bijna alle uitzendingen de afgelopen 4 jaar zijn dankzij Streamzilla tot stand gekomen. En ook een beetje door de mensen die een tientje per maand overmaken en die mede aan het begin hebben gezorgd dat we de hele studio konden aanschaffen. Dus wil je media over innovatie mogelijk maken, volg het URL
URL wat je in het scherm ziet. En je vindt daar wat je ervoor terugkrijgt. Dankjewel. Dag.